mensen, welkom terug bij mijn kanaal Affinity NL. We hebben weer een nieuwe Splitgate video. En dit keer is het niet Team Deathmatch. Dit keer is het Team Oddball. En wat is het doel van Team Oddball? Nou, dit. Degene die, die het langst uiteindelijk de bal vasthoudt, heeft het potje gewonnen. En je bent heel kwetsbaar met die bal, want het enige wat je kan doen is fucking slaan. Dus ik zal het wel weer opofferen. Ik zal het wel weer doen voor mijn team. Wacht eens even. Dit gaat wel ineens heel... Ik ben uit de map. Kan ik hem niet loslaten? Ja, even los. Even voor mijn eigen veiligheid, ik heb hem even losgelaten, die bal. Ik zie allemaal portalen en shit. Waar ben je, bitch? Hij komt niet. Ik had hem... Die kwam uit het niets. Zo, wat een play. Ik ga even kijken hoe hij dit gedaan heeft, want dit vind ik wel heel... Kijk eens, jongens. Zo gebruik je die portalen dus. Oké. We hebben een kill. De eerste kill van de video. Hebben we. We hebben trouwens als enigste nog de bal vastgehouden als team. Het lijkt de enemies eigenlijk helemaal geen fuck te boeien of ze winnen of niet. Maar, waar de... En nou was hij dus weg. Daar was hij weg. Oh, daar is hij. Het lijkt wel alsof de enemies niet heel erg weten wat de bedoeling is in deze... In dit gamepje. Hij komt zo achter me aan, let maar op. Kom maar eens. Nee. Oh, nou. Wat staat hij te... Ik achtervolg hem gewoon. Waar is die kerel? We weten allebei niet wat we doen zijn. Oké, ook goed. 89-4. Erg spannend. Heel spannend dit. Ik denk ik zal het eens proberen, maar het boeit ze allemaal niet. Het boeit ze allemaal helemaal niet. Oh kijk, nou hij heeft de bal hoor. Zo. Die mensen pakken veel... pakken pot voor veel damage ook nog. Ball dropped. Ball secured. Dit is niet normaal jongens. Dit is echt niet normaal. Ik ben ze allemaal een beetje aan het zoeken. We hebben de bal nou. Oh! Contact de bal! Hey shit! Oh, dankjewel teammate. Teammate redt mij daar heel. Gast, hoeveel moet ik iemand raken? Headshot. Helemaal lekker. Oké. Ik zag daaronder nog iemand, ja? Komt u maar. Die heb ik net niet kunnen pakken. Zou ik die... je kunt niet meer. 125-90 gaan we wel. Het gaat niet slecht, zeg maar. Het gaat zeker niet slecht. Deze gaan we... Als we deze niet winnen, weet ik ook niet. Ik weet niet wat ik nou op heb gepakt. Een of andere laser gun of zo. Oké, die moest dus opladen. Oké, dat is eigenlijk helemaal niks voor mij. Dat is niet echt helemaal mijn ding. Ik ben ook nog vrij nieuw door deze game. Dus ik ben het ook allemaal een beetje aan het uitzoeken en zo. Ik hoop dat de eerste video een beetje goed ontvangen is, want op het moment dat ik deze maak is hij nog niet geüpload. Oh, nog niet zei ik, want ik heb op dit moment echt een stuk of 16 video's ingepland staan. Dus druk. Dan moet ik allemaal thumbnails maken en editen en zo, maar maakt niet uit, ik vind het leuk om te doen en ik vind het leuk om te doen voor jullie. En laat een keer in de reacties weten wat jullie willen zien. Wat jullie specifiek willen zien. Want dan speel ik dat natuurlijk ook. De meeste games vind ik wel leuk. Behalve misschien Assassin's Creed of zo, dat is dan iets minder mijn ding. Oh my! Baby, dit is niet echt een hele intense match als het gaat om punten. Want het lijkt de enemies niet heel gek veel te doen. Ik denk niet dat ik het tweede potje deze game moet op die speel. Het is minder intens dan ik dacht dat het zou zijn. Ik dacht echt dat het een gevecht zou zijn voor die bal, maar het valt reuze mee hoor. Dus we gaan zo meteen eens een andere game mode proberen. Ik ben op het moment aan het werken om level 10 te worden. En dan kan ik ook wat meer game modes laten zien. Want niet alles is al open voor je aan het begin van de game. Je moet... Ik heb de king gesleed. Kijk, hij heeft nou de bal. Maar wat wil hij doen? Kijk naar de score. Ze komen er nou pas achter dat ze iets moeten doen, die enemies. Heb ik het idee. Nou, hij loopt gewoon zorgeloos met die bal rond.
Victory! Nou jongens, dit was eigenlijk de game al. Ik ben van plan even een andere game mode te doen. Dit was Final Kill Cam. Of degene die de bal had. Oh nee. Oh nee, dat was ik. Ik was de Final Kill Cam. Ha. Oké, nou helemaal top. Ik zie jullie volgende potje. Nou mensen, we zijn weer in het volgende potje aangekomen in de club. Dit is VIP. Het is een game wat ik nog nooit gespeeld heb. En ik wou het gewoon eens uitproberen. 10 kills to win. En ik ben de VIP. En ik heb dus dubbele health. En ze moeten mij dus beschermen. En die sterretje die je daar ziet is ook de VIP van de... Van de enemies. Dus zodra ik dood ben is het volgens mij al klaar. Is het klaar, denk ik? Ja. Oké, dus dan hebben hun 1 punt. Maar ik blijf de VIP volgens mij. Ja, ik blijf de VIP. Oké. Best wel slecht dat ik dan al dood ben gegaan. Want ik had blijkbaar dubbele held. Daar loopt de VIP van de enemies. Ja jongens, ik ben VIP. Het kutte is, ze zien overal waar je bent. Dus dat is het gevaarlijke. Oh nee, wacht. Ik ben helemaal geen VIP meer. Dat is hij nu. Blijkbaar, want er staat een sterretje boven. Dus het verschilt steeds. Oké, nou, hij is ook alweer dood. Dus 2-1, dat is helemaal niet fijn. Maar de andere VIP van de enemies is ook al gekillt. Oké, maar nou weet ik een beetje hoe het werkt. Nou ben ik weer die VIP, dus ik moet extra gaan oppassen. Ik heb wel dubbele held, kom. Kom op. En ik weet het, ik gebruik nog steeds niet genoeg die portals. Maar dat gaat misschien wel komen, ik ben alweer klaar. Jongens, jullie moeten mij beschermen, ik ben VIP. Ik vind deze game mode al wel ietsjes leuker als de dodgeball game mode. Omdat er iets meer actie in zit. Oh god, 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 god. Nee, jullie moeten mij niet killen, jullie moeten VIP killen. Aan mij killen heb je niet zoveel. Aan andere killen heb je niet zo heel veel in de game. Behalve dan zou je het wegruimen, zodat je bij hem kan komen. VIP. Het is wel een beetje eng om het te zijn, want iedereen gaat gelijk op je af. Kingslayer, dat is leuk. Kijk, daar is de VIP weer. Nou, boven zit daar de VIP. Ik wil hem eens een keer helemaal zelf killen, die VIP. Daar zou je vast en zeker best wel veel scores voor krijgen. Daar zit hij. Dat was een hele domme push van mij. Dat had ik niet moeten doen. Maar ik wist wel dat hij heel low was. Maar hij heeft alles op alles gegeven om het toch... ik ben de VIP trouwens. Ik ben de VIP. We staan op dit moment wel achter. Nou, dat heb ik dan even op dit moment liever als het fucking gedoe van net. Waar we letterlijk niks voor hoeven te doen om te winnen. Oh god. En nou moet ik tenminste een beetje werken. Voor mijn geld. Oh. Oké. We gaan wel... Ja, we staan niet extreem veel achter of zo. Echt 1 punt. Rocket launcher. Are you kidding me? Hey, ik wil hem proberen, jongens. Ik wil hem proberen. Kom maar, VIP. Waar de fuck zit je? Wat? Oh, oké. Oké, dat ding is niet handig. Maar ik wil hem wel eens... Ik wil eigenlijk wel even iemand mee killen. Nee. Kom op, VIP! Switch. Oké, ik heb geen kogels meer voor dat ding. Heel handig is het niet. Ja, ga maar lekker schuilen, omdat je het gevecht niet kan winnen. Oké, hij ziet echt alles mis. We blijven wel steeds 1 punt achter staan. Maar dat moet anders worden. We moeten een punt voor komen te staan. VIP, waar zit die VIP? Where he at? Where he... Oh, shit. Lekker. Goed bezig. Maar waar is die VIP dan? Ik zie hem nergens. Oh, daar staat hij. Goed. Kom maar bij papa. Kom maar. Ah! Pak hem, teammate. Oh, ik heb hem. De hele tijd wordt hij afgemaakt door iemand anders. Vind ik jammer. Ik wil hem een keer zelf killen. Ik hoor hem. Ik val met de platter of niet? Ja. Oké. Okay. Nou, dat is ook een manier om dood te gaan. En we. Oh, we staan het punt voor. VIP.
Kom op, ik wil je killen! Oh, dat is een VIP niet, maar... Teammate, alsjeblieft. Ik ben helemaal... Ik kan geen kant meer op. Ja, ik kan geen kant meer op. We gaan dit weer winnen. Wordt het dan 2 wins achter elkaar? Zou mooi zijn. Voor deze moet ik iets veel mijn best doen, maar... De VIP zit letterlijk onder mij. Ja, wees maar bang. Dit is niet slim. VIP! Kijk nou hoeveel 200 heelt, joh. Dat is veel gek. Dat is dubbelen gewoon. We moeten met meer mensen die VIP pushen. Maar weet je nou niet waarom dat niet gebeurt? We hebben wel gewonnen, we hebben gewonnen. Het is jammer dat ik zelf de VIP niet heb kunnen killen deze keer, maar... We hebben wel gewonnen. Dus even naar de final killcam kijken. Lekker hoor. VIP'tje weg. Leuke game mode. Ik ga me weg even volmaken dat ik dat team ben, zodat ik iets meer video's kan uploaden ervan. Iets meer variatie in kan uploaden en meer game modes kan doen. En dan spreek ik jullie de volgende keer. Hou de way.